Nou, vanmorgen om 7:15 kregen wij de eerste melding van mensen die geen gas hadden. En dat komt omdat er een waterleiding is kapot en ook een gasleiding. Daardoor is er water in de gasleiding gekomen. En daar hebben ongeveer 300 aansluitingen, huishoudensbedrijven, geen gas op dit moment. En dan ontdek je als je op een gegeven moment onder de douche wil gaan staan en het water is koud. En toen bent u er gauw onderuit gestapt, denk ik. Heel snel, ja, klopt. Dan merk je ook dat het in één keer heel erg warm, koud wordt in huis. Ja, en dan, dat is niet prettig met deze weersomstandigheden. We proberen de mensen warm aan te kleden en ramen en deuren dicht te houden. En ja, meer kunnen we niet. De kachel die is niet aan. Ja, nee. Ze hebben geen gas, hè. Een boel dicht houden, hè. Misschien de warmte erin een beetje heen houden. Met gas moet je altijd oppassen. We zijn ook het gaslek op dit moment aan het dichten. Dat doen we door aan weerszijden van het gaslek ballonnetjes op te blazen in de gasleiding. En dan is de uitstroom gestopt en dan kunnen we beginnen met herstel, maar ook met kijken wat er nou precies aan de hand is en hoe groot het gebied is. Ik zag toen de ene servicewagen naar de andere komen en ik dacht, nou, er wordt dan gewerkt. Ik hoef me verder niet druk te maken.